We moeten eigenlijk met z'n allen de noodzaak zien van goed onderwijs. En dat betekent dat we daar structureel in moeten investeren. Het is rustig op het schoolplein van Dynamica XL in Westerkoog. Binnen wordt er niet lesgegeven, maar gestaakt door ontevreden leraren. Betrokkenen en gemeenteraadsleden gingen met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort. Wij staken met elkaar voor beter onderwijs voor onze leerlingen en met name in het speciale onderwijs. Loopt het achteruit? Het loopt zeker achteruit. Ik ben ruim 25 jaar geleden begonnen in het onderwijs. Toen stonden we iedere dag met een leerkracht en een onderwijsassistent in de groep. En wij merken nu gewoon dat dat veel minder gaat worden. Krapte dus op deze school voor speciaal basisonderwijs. Directeur Babs Schipper zoekt continu naar oplossingen. We zijn eigenlijk voortdurend aan al onze mensen aan het vragen om extra te werken, om groepen te verdelen, om kinderen anderszins op te vangen. Nou, dat zijn de dingen die wij kunnen doen. En daarnaast is het een enorm appel zeg maar, aan de regering in Nederland om meer geld in het onderwijs te stoppen. Niet eens zozeer voor het salaris. Al deze mensen die hier werken, die werken met passie, die werken met beleving voor de kinderen hier op deze school. Maar op het moment dat ze daar alleen voor staan met een hoeveelheid kinderen die ze eigenlijk niet datgene kunnen geven wat ze nodig hebben, ja, dan gaat het beroep stuk. En daarom hebben we extra mensen nodig om te zorgen dat we deze mooie kwetsbare doelgroep datgene kunnen geven waar ze recht op hebben. Uw dochter, hoe oud is zij? Ze is net 10 geworden in oktober. Heeft u wel het idee dat zij goed les krijgt? In het afgelopen jaar wel. Ze zit nu een jaar op deze school. In het jaar daarvoor heeft ze in de jaren daarvoor een reguliere basisonderwijs gedaan. En in haar laatste jaar heb ik wel echt gemerkt dat de kwaliteit achteruit ging. En dat er lerarenuitval was. En waardoor zij echt wel een achterstand heeft opgelopen. En dat is echt wel heel vervelend geweest. Dus dat, we hebben echt aan de lijf ondervonden hoe belangrijk goede leerkrachten zijn. En hoe belangrijk goed onderwijs is. Wanneer bent u tevreden? Nou, wij zijn tevreden als wij in deze klasse op elke klas gewoon een onderwijsassistent kunnen inzetten. En een onderwijsassistent die ook nog eens een beetje meer verdient dan nu. Met name die groep, die wordt zo onderbetaald dat je in de kinderopvang eigenlijk veel meer verdient dan hier in het onderwijs. En dat betekent dat we allemaal mensen zien uitstromen in plaats van instromen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel ontzettend zonde. Terwijl echt deze kinderen het nodig hebben dat er gewoon een bezetting is van een leerkracht en een onderwijsassistent. Dus als dat zou zijn opgelost, zijn we alweer een beetje verder.